Het valt allemaal mee, hè? Sexbox, zeg jij, of niet? Je ja, reacties. Ik ben heel verbaasd, eerlijk gezegd, van wat het verslag. Want het heeft natuurlijk heel veel... het is spraakmakend dat ze in Engeland niet zoveel gewoon zijn. En we waren worldwide trending op Twitter. En dat wil dan zeggen dat je honderdduizenden reacties hebt. Maar het is niet zo dat het echt chockerend was of dat de mensen... ja, dat het heel negatief was. Je had de twee kanten, je had heel duidelijk een discussie. Want de Britten hebben natuurlijk een heel moeilijke relatie naar seksualiteit toe. Enerzijds zijn zij het enige land ter wereld waar tot voor kort op de derde pagina in elke krant, in de grootste krant, een blote naakte dame stond. En anderzijds weet 9 op de 10 van de meisjes, als ik seksuele opvoeding ga geven, en van de jongens, niet waar de clitoris zich bevindt. 9 op de 10 weet dat niet. Dus ze hebben een heel moeilijke relatie. Dat ze is hebben... echt armoedig. Ja, dus ze zijn heel gechoqueerd dat ik het woord vagina en penis en zo gebruik. Daar hebben ze soms wel zoiets van. Maar tegelijkertijd is het gros van de reacties, ook in de media, van... Hé, jongens, dit wordt wel hoog tijd. Maar blij goedelen dat jij het zegt. En dat is een beetje de houding van... Tof, doe maar, maar hoe doe jij, zeg jij het toch maar. Dat... Want wat is het principe van sexbox? Je hebt bijvoorbeeld twee vrouwen in de studio, heb je. En de een wil het graag proberen met vrouw voor het eerst. Nee, je hebt koppels, net zoals bij Sex Academy. Je hebt koppels en die komen in de studio en die krijgen een opdracht. En zoals bij Sex Academy doen ze die opdracht thuis. Maar daar wordt dan nog een klein beetje gefilmd. Hier doen ze die opdracht in... Ja, dat zijn hotelkamers. Twee hotelkamers hebben we nagebouwd in die studio. Die zitten in die box, dat is geluids- en blikdicht uiteraard. Dus je ziet die mensen niet en je hoort die niet. Dus eigenlijk, het enige wat wij doen, is praten over seks. Ja. En ze krijgen opdrachten en sommige opdrachten zijn heel seksueel gericht in de zin van het gaat ook echt over penetratie. Andere zijn, in de eerste aflevering, die aflevering waar je nu stukken van zag... Er zitten 3 koppels per aflevering. Er zat een koppel die body-to-body massage moesten gaan doen. Daarom dat ik tegen die mensen zei van... Kijk, het orgasme is niet altijd het belangrijkste. Maar oraal seks wel, zei ik toen. Ja. Maar het is wel zo dat voor de Britten is dat heel nieuw... dat er zo open over seks gepraat wordt. Ik zou ook niet willen dat er daar dingen... dat zaken die in die box gebeuren, dat die getoond werden. Daar ben ik geen voorstander, want dat draagt tot niks bij.